Dit weekend vindt in Paaksum het Food & Muziek Festival plaats. Het event wordt georganiseerd door de nieuwe eigenaren van Kasteel Paaksum en restaurant De Baronshoeve. Het is zaterdag, het is nog vroeg. Het ontvangstcomité is daar klaar voor en de eerste bezoekers komen binnen. We vroegen aan de nieuwe eigenaren waarom ze dit festival hebben georganiseerd. Nou, het is eigenlijk ontstaan. Het kwam eerst van Stefan eigenlijk af, die op een avond met dit idee kwam. En we zijn allebei, zoals je aangeeft, nieuw in Baaksum. En het leek ons een heel mooi moment om eigenlijk ook een groter publiek mensen te leren laten kennen met wie wij zijn en wat wij doen. Steven, ik moet dus eigenlijk bij jou zijn, hè? En hoe is dat bij jou dan ontstaan, dat idee? Nou ja, wij hebben een hele mooie tuin en we wilden graag de mensen uit Baaksum daar ook kennis mee laten maken. En samen met het restaurant naast ons dachten we van, ja, hoe leuk is het als we alle lokale ondernemers uit Baaksum uitnodigen. En zodat de inwoners van Baaksum hier kunnen komen. En ik ben heel blij dat dat nu gelukt is. Jij hebt dat samen met jouw vriendin, de Bed & Breakfast. Ja, wij hebben samen de Bed & Breakfast en de hele mooie botanische tuin die daarbij zit. Wat kunnen de mensen al zien dit weekend? Nou, er zijn diverse attracties, noem ik het maar even. We hebben een heel stuk speciaal voor de kinderen. Met mensen die komen gesminkt kunnen worden. We hebben een luchtkussen. We hebben lekkere ijsjes voor de kinderen. Want het weer gaat echt een stuk beter worden. Dus we krijgen lekker de zon. En voor de rest zijn er diverse optredens hier in de tuin. Vooral van diverse bands. Stefan weet precies wie er hier komt optreden. En nou vinden jullie verbinding met de mensen hier uit de omgeving heel erg belangrijk. Op welke wijze hebben jullie daar invulling aan gegeven? Nou, we hebben allereerst dus lokale ondernemers uitgenodigd uit Baaksum. En daarnaast ook lokale muzikanten. Dus bijvoorbeeld de Baakzame muzikanten komen vandaag. Maar ook de Smart Lab om te zumpen. Ja, dat komt echt uit Baaksum. Dus zo proberen we daar invulling aan te geven. Steven, we staan nu in het kasteel waar het B&B is. Ik vind het heel moedig van jou of van jullie om in de coronatijd te starten. Nou, we zijn eigenlijk juist door de coronatijd op dit idee gekomen. Want wij woonden in Den Haag en tijdens de coronatijd moesten wij thuis werken. En toen zaten we aan de keukentafel thuis te werken en toen keken we elkaar aan en dachten van ja, dit is het niet. Ja, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken van ja, wat willen we dan wel? En toen zagen we dit prachtige kasteel te koop staan. Ja, het linkerdeel stond dan te koop. En zijn we meteen verliefd geworden erop. En zodoende zijn we nu hier. En je hebt hier dus een B&B. Dat wil zeggen dat je een aantal kamers kunt verhuren. En we hebben het net gezien. Een prachtige tuin die oneindig is. Is natuurlijk ook leuk voor allerlei activiteiten. Zoals bijvoorbeeld nu dat festival. Ja, inderdaad. De tuin leent zich daar ook heel erg voor. Er mag bijvoorbeeld ook getrouwd worden in de tuin. En we mogen een aantal evenementen per jaar organiseren. Ja, waaronder dus ook dit evenement. We staan hier bij de Baronshoeve, dat is het restaurant wat naast het kasteel ligt. Hoort er niet bij, maar het ligt ernaast. En jullie zijn hier gestart als uitbaat, als eigenaren. Hartstikke leuke uitdaging, zeker in de coronatijd. Wat gaan de mensen hier aantreffen? Ja, ze treffen eigenlijk in eerste instantie een mooi terras aan, een mooie plek. Daar, zo zijn we ook begonnen eigenlijk een beetje, hè, met in het zomerseizoen de terras open. En dat kon vorig jaar gelukkig nog een paar maanden in de coronatijd. En naarmate de tijd ontwikkelde het zich en zijn we dineravondjes gaan geven, kregen we feestjes, boekingen voor afscheidsfeestjes, voor uitvaarten, voor koffietafel. Dus zo ontwikkelt zich een beetje dat we maken eigenlijk maatwerk. Dus wat mensen graag willen, daar zorgen we voor. Kun je wel iets vertellen wat voor dingen bij jullie op de kaart staan? Want je kunt, als je hier aanwipt, kun je wel wat eten. Wat wij op de kaart hebben staan is eigenlijk een beetje een kleine kaart. We zijn geen uitgebreid restaurant, want we zijn natuurlijk alleen in het weekend open. Koffie met gebak is eigenlijk een beetje, ik bak alles zelf. Dus huisgemaakt gebak. Verder hebben we iets van simpele dingetjes. Een soep, een satéetje, een vis en chips. We doen het samen, Peter en ik. Dus we willen eigenlijk alles zo puur mogelijk houden en niets kant en klaar. Gewoon echt alles zelf maken. Dus dat is een beetje wat wij doen.